Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Modern Onderwijs. Vandaag weer allemaal nieuwe tips over Microsoft Teams. Zoals bijvoorbeeld hoe je de genodigden niet kan laten zien aan de les, dus dat daar geen lijst van is, dat ze die gewoon in kunnen laten zien, of hoe ze een uitnodiging kunnen doorsturen, want dat kan. Hoe je makkelijk overzicht kan hebben over de verschillende klassen, vooral als je mentor bent. En nog een dingetje: je status. Instellen voor een bepaalde tijd. Dat ga ik je allemaal vertellen in deze video, dus blijf vooral kijken. En wat je ook moet doen, is even deze video liken, abonneren en zet het belkantje ook gewoon aan, dan word je altijd op hoogte gebracht als er een nieuwe video uitkomt. En laten we vooral lekker gaan beginnen, dus start die intro. eerste tip die ik je wil geven is hoe je mensen kan uitnodigen zonder dat ze kunnen zien dat, ze elkaar, dat je iemand anders hebt uitgenodigd. Dat is natuurlijk wel een hele fijne functie. Hij zit niet echt binnen Teams al ingebouwd of binnen ja, de Outlook desktop app, maar wel in de webapp zit hij ingebouwd. Ik zou het heel erg fijn vinden als hij naar die andere twee ook natuurlijk wordt ingebouwd, maar je kan er dus al gebruik van maken als je in de web app een agendaverzoek doet. Dus dan wordt het ook gelijk automatisch. Is het ook gewoon een Teams-uitnodiging of een normale uitnodiging? Maar wat er natuurlijk heel erg fijn bij is, is dat dan niet iedereen elkaar kan zien. Het is natuurlijk wel zo als mensen hem accepteren en binnen de meeting komen, of bij je afspraak komen, dat ja, dan zie je natuurlijk wel wie er allemaal is uitgenodigd. Dus hoe, ja, hoe handig dit is, weet ik niet. Maar misschien wil je al gewoon mensen uitnodigen, de optie geven en hoeft de rest niet natuurlijk te zien wat... Hun e-mailadressen zijn, want dat zou je misschien toch wel kunnen zien. Dus laten we nu op, op de computer gaan kijken hoe we dat kunnen instellen. Nou, ik ben in de webapp van Outlook. Uh, ik ga gewoon een nieuwe agenda inplannen, puntje inplannen. En dan krijg ik hem hier heel erg klein, maar ik wil hem altijd wat groter hebben. En dat ziet er zo uit. Nou, dan kan je hier natuurlijk de titel. Toevoegen, nou, deelnemers uitnodigen en ook nog optionele mensen. Ik kan ook zeggen dat de hele dag doet herhalen. Hè? Uh, online vergadering toevoegen, nou, dan heb ik een keuze tussen een Skype-vergadering en een Teams-vergadering. Nou ja, Skype gebruiken we eigenlijk niet meer, dus ik maak eigenlijk altijd een Teams-vergadering van en herinneringen. En hier nog een bericht als je dat erbij wil schrijven. En zo kan je dat natuurlijk gewoon lekker in gaan plannen. Maar de optie waar we eigenlijk naar willen kijken is optie voor antwoorden. Dus. Hier zie je ook gelijk de lijst met genodigde verbergen. Dus als je deze aanklikt, kan dus niemand zien van wie er nou in principe al is uitgenodigd. En is dat eigenlijk een soort van een verrassing voor de mensen als je binnenkomt. Dus ja, als je dus een verrassingsmeeting voor iemand wil organiseren, dat hij niet weet wie er allemaal komt, is dit misschien wel een hele leuke. Maar nu zie je ook nog de andere opties die er zijn om een antwoord te vragen. Dus dat mensen ook echt een antwoord hebben moet geven van, joh, ben ik aanwezig, een RSVP, in het Engels ook nogal gezegd. Uh, of uh, dat die mag doorgestuurd worden, dus dat andere mensen ook andere mensen mogen uitnodigen. Dus de genodigd die jij hebt uitgenodigd, mogen dan ook weer anderen uitnodigen door de agenda door te sturen. Uh, die optie kan je hier ook aan en uit zetten. Dat kan je ook in de desktop app, maar de lijst genodigd te verbergen, die kan je niet verbergen in de desktop app. Dus die kan je alleen in de webapplicatie. En wat is nou eigenlijk het verschil tussen een webapplicatie en een desktop applicatie? Een webapplicatie moet je altijd voor in een internetbrowser zijn. En dat werkt bij alle applicaties zo. Als het een webapplicatie is, dan moet je via een Chrome, een Edge, een Mo T T T Firefox, een Internet Explorer, ik zou het niet meer gebruiken, want hij wordt niet meer geüpdate. Maar als je hem nog gebruikt, als je daar naartoe moet om dan iets gebruik van te maken, is het altijd noemen we dat een webapplicatie. Dus Misschien nog wel weer even een leuk feitje voor nu. Je kan binnen Teams natuurlijk altijd je status instellen. En soms wil je gewoon dat die maar voor een bepaalde tijd is ingesteld. Zodat je daar niet meer in hoeft na te denken. En dat die daarna gelijk weer verandert naar beschikbaar. Maar dat je bijvoorbeeld gewoon voor een uur geblokkeerd staat. Of niet aanwezig. Of offline lijkt. Uh, dat, dat is soms nog wel heel erg fijn. Ja, dat je dat gewoon kan instellen. Eerst moest je dat allemaal handmatig doen. Moest je hem eerst even op bezet bijvoorbeeld zetten, en nou, daarna moet je erin. Zeggen, oh ja, ik moet hem ook nog van bezet afhalen. Dat hoeft nu allemaal niet meer. Ik kan nu gewoon lekker instellen voor hoe lang dat dat kan, en dat ga ik je nu ook gewoon lekker laten zien op de computer. Dus nou, ik ben op de computer, en waar gaan we, dan naartoe? we gaan dan naartoe. Je gaat weer naar je mooie foto of je initiale licht gaan. Of je een foto hebt ingesteld, je klikt erop, en we gaan naar gewoon eigenlijk status, en dan gaan we naar nou, hier kun natuurlijk de verschillende status beschikbaar bezet niet storen. En het verschil tussen bezet en niet storen is uh, dat de niet storen ook gewoon geen banners meer in je beeld krijgt. Dus van die irritante dingen die zo in yeah, je beeld schuiven en geluidjes oproepen. Dat is gewoon heel erg fijn. Doe ik eigenlijk altijd aanzetten als ik in een meeting zit, want dan, word, dan kan ik mijn aandacht echt bij de meeting houden en niet afgeleid raken door oh, die reageert even op het chat, daar wil ik ook nog even snel op reageren. Ben af en toe nog wel snel afgeleid. Uh, nee hoor. Maar zo kan je dus allemaal. Maar nu zie je hier ook. De duur kunnen we instellen. Die, staat, die bestaat al een tijdje. Maar als we erop klikken. dan zul je ook zien. dat ik hier de verschillende opties weer ik eerst het, Bijvoorbeeld. Ik wil uh, zo terug. Nou, niet voor vandaag. Ik wil hem voor een uur instellen. Gereed. En nu wordt hij gewoon eigenlijk voor een uur zo ingesteld. En daarna zal hij terugschieten naar de status. waar je in zat. Dus dat is gewoon wel heel erg fijn. Dus zo kan je dus voor een bepaalde tijd gewoon een status instellen. Bijvoorbeeld het niet storen, zodat je ook echt niet gestort kan worden. Of offline, zodat je misschien even gewoon focussen kan, gefocust kan werken. Zonder dat iemand je zomaar belt of andere dingen waar je voor afgeleid kan worden. Dus super fijn dat ik kan. Maak er ook zeker gebruik van. Ik heb jullie wel eens verteld over de app Insights. Het is een app die je gewoon kan invoegen in je team. En daardoor krijg je eigenlijk een behoorlijk overzicht van... Hè, hoe de mensen, de leden binnen je team gewoon gaan. Bijvoorbeeld hè, dus de leerlingen, studenten. van Wanneer zijn ze nou online? Wanneer hebben ze een opdracht? Hoe vaak leest ze een opdracht nou te laten in? En dat soort dingen allemaal. En ook of ze nou uh, echt bezig zijn ergens. Het is natuurlijk niet helemaal waterdicht. Van, joh, want ze kunnen ook gewoon ergens bezig zijn offline. Dat ze in de schrift bezig zijn. Omdat dat de opdracht is. En dan zal Teams op een gegeven moment na een bepaalde tijd zeggen. Hé, hey, ik zie geen activiteit meer, dus je bent niet bezig. Dus... Het betekent niet gelijk dat ze niet ergens mee bezig zijn, maar het kan wel wat vertellen over wat ze wel doen of niet doen. Dus eigenlijk een hele fijne app. En daar leg ik meer over hier. Dus ga die ook zeker even bekijken. Na deze video natuurlijk. Want ik heb je natuurlijk nog meer te vertellen. Maar er is ook een app Insights die alles laat zien. Dus eigenlijk over verschillende klassen. En dat is natuurlijk super handig als je bijvoorbeeld mentor bent van. ja. Van een klas en je wil weten hoe het gaat over verschillende teams. Want bijvoorbeeld, jouw klas heeft meerdere teams, heeft een team voor wiskunde, Nederlands, enzovoort, enzovoort. En je wil gewoon zien van hoe gaat het over. Is het wel belangrijk dat je ook eigenaar bent gemaakt van het team? Een team kan natuurlijk meerdere eigenaar hebben. En ik zal voor jezelf dan ook gewoon even neerzetten dat je geen medediging krijgt van dat team. Leg ik in een later filmpje even uit. Maar dat betekent wel dat je gewoon wat rust hebt, maar wel de insight Overall app kunt gebruiken. Om gewoon te zien hoe het met je klas gaat. Dus laten we ook vooral gewoon gaan kijken hoe dat eruit ziet. Dus ik ben weer in Teams. En die ga ik niet binnen hier in het Team vinden. En want hier heb ik de, de normale Insights. Gewoon de kleine voor alleen maar mijn Team. Maar dat is niet waar ik naartoe wil. Ik wil eigenlijk naar mijn linkerbalk toe. En hier staat hij al. Vind je hem daar niet. De drie puntjes aanklikken. En gewoon hier gaan zoeken. Gewoon Insights. En... Let er wel op dat je er eentje kiest met een hartslagje yeah. En niet degene met de rondjes, want dat is FIFA Insights. Dus en noemen we hem hier ook gewoon Insights. Dus heel vervelend. Maar dat doet wat anders. En dat ga ik jullie allemaal nog later vertellen. Dus laten we hier voornamelijk op klikken. En zoals je hier kan zien, heb je allemaal verschillende dingen. Dus in de linkerkolom, we gaan van links naar rechts even werken, zijn gewoon de namen van de teams. En ook hoeveel leden er in dat team zitten. En deze. Dit zijn alleen maar klasseteams die je kan zien. Dus dat moet het wel echt zijn. Het moet geen ander teamsoort zijn. Nou, daarnaast zie je hier de inactieve leerlingen studenten. Nou, dat zijn ze nu eigenlijk uh, allemaal, want het is vakantie. En dus er wordt niet helemaal zoveel gedaan. Maar zijn er dus hier dit aantal, zegt eigenlijk hoeveel mensen er inactief zijn. Dus de actief, dus. en dan zie je ook een percentage. Hè? Dus als die cirkel meer paarse wordt, dat zijn dan de actieve. Nou, dan de volgende zijn eigenlijk de activiteiten van de studenten. Dan hier de gemiste inzendingen. Dat zijn eigenlijk de opdrachten die vereist zijn, die ze moeten in. En de niet aanwezig zijn van een vergadering waar ze wel echt genodigd waren. En zoals je ziet, kan ik op elke knop kan ik drukken om wat dieper erop in te gaan. Maar waar ga je dan naartoe? Je gaat dan gewoon naar normale insights van die klas. Maar het is dus een fijne analyse, een snelle overzicht van joh, hoe je eigenlijk meer overzicht kan creëren over je hele klas van als je bijvoorbeeld mentor bent of van al je verschillende klassen. Als je dat gewoon wil zien, dat je leerlingen gewoon kan zien. Dan kan je geen leerling de een er één uitplukken die over verschillende teams zit. Dat zou ik wel heel erg fijn vinden, Microsoft. Um, maar dat is dus niet het geval. Maar je kan wel overal zien van joh, hey, bij die klas, bij dat vak gaat het zo en bij dat vak gaat het zo. Hey, en dan zou je ook misschien beter het gesprek. En dan heb je misschien ook de data om te zien ...van hé, hey, maar waarom gaat dit niet zo goed? Dus eigenlijk wel een hele fijne analyse. Toch? Zoals altijd hoop ik weer dat je wat hebt aan deze tips. En laat me vooral weten als je er wat aan hebt in het commentaar. Want ik ben eigenlijk altijd al heel erg benieuwd of jullie er wat aan hebben. En of jullie misschien wel andere tips hebben. Dus als je verzoekjes hebt, vooral even naar me mailen naar info.modernonderwijs.nl Of ga even naar de site of laat het ergens anders achter op social media. En dan probeer ik ook gewoon te reageren. Of ik maak er gewoon een video van. Dus Vooral ook zeker achterlaten. En wat je ook zeker moet doen, is je even like de video als je het goed vindt, abonneer je en zet het belkantje gewoon aan. Dan word je altijd op de hoogte gebracht. En ik hoop jullie ook gewoon weer te zien in de volgende video.